Ja, vrienden, de mensen die dus dolgraag willen dat het kabinet gaat vallen en dat het gaat verdwijnen, die kunnen nu alvast dit doen, hoor. Ja, ga maar vast in de handjes wrijven, want dat kan nooit ver meer weg zijn, dat moment. Nee, want je hebt zelfs nu twee kansen dat het gaat gebeuren. De eerste is al nu met die Wopke. Want die Wopke, ja, die heeft dus vrolijk zo'n ballonnetje opgelaten over van 2030 met die stikstof. Dat is niet meer heilig. En hup, er breekt gelijk enorm gezeik uit. Ja, in dat kabinet. En dat begrijp ik wel, want je hebt dat met elkaar afgesproken. Ja, en dan gaat er eentje roepen, hou ons misschien niet aan. Ja. Dat is onbetrouwbaar, noemen we dat. Ja, en die Kaag is daar bijvoorbeeld heel erg boos over geworden. En dat begrijp ik ook wel een beetje, hoor, van de kakelende. Het gevolg daarvan is, die mensen in dat kabinet, die vertrouwen elkaar niet meer. Nee, dat is klaar. En dat wordt ook nooit meer vergeten, dit soort acties. Als jij dus gewoon je niet aan de afspraken houdt, ja, dan gaat het minste of geringste in de toekomst en dan gaat het alsnog fout met dat kabinet. Nou, dat is in ieder geval kans 1. Maar kans 2, die is misschien nog wel groter, want wat blijkt nou aan alle kanten? Iedereen begint te zaniken over die stikstof, maar vooral tegen Rutte. Ja, valt u dat op? Ja, ja, want het is in de provincie, zijn ook allemaal VVD'ers en die roepen allemaal, ja, maar dat kan niet. Mark, je kan het niet volhouden. 2030 en boer, dat moet veranderen. Dus die zijn hem al aan het bewerken. En dan heb je ook nog eens een keer de VVD-leden. Want bij het laatste VVD-congres in juni, toen hebben ze met z'n allen aangenomen dat stikstofbeleid anders moest. Maar daar heeft het VVD in Den Haag zich totaal niks van aangetrokken. Dus die zijn ook boos. Die VVD'ers. Dus er komt ook een enorme druk nu. Zowel vanuit die provincie als van die VVD-leden op die Rutte te staan. En die Rutte, ja, die gaat waarschijnlijk uiteindelijk misschien wel de kant kiezen van onze Wopke. Ja, ja, ja. Voel je hem aankomen? Jullie voelen hem al aankomen. Ja, want dan gaat hij dus mee met die Wopke. En wie komt er alleen te staan? De kakelende Kaag. Ja, en kakelende Kaag, nou die gaat niet meebuigen, hoor. Nee, dat kan nou niet meer. Want die heeft zo verschrikkelijk op de barricade gestaan voor dat 2030. Dus, en die trekt dan, kiek, hup, vrolijk de stekkertje uit het kabinet. Dus dat is je kans 2. Dus, vrienden, als jij het gevoel hebt van dat kabinet moet snel weg, hey, dan zou ik zeggen, neem er eentje vandaag. Het is feest.